Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Burly Man at Sea. Dit is een avonturengame over drie bebaarde Scandinavische mannen in de 20e eeuw. Vissers. En hun verhaal gaan we volgen. En het is een keuzegedreven avontuur. Dat houdt dus in dat elke keer als je het speelt je andere keuzes kunt maken en het verhaal op een andere manier kunt laten verlopen. Nou, dat is wat ik ervan weet. En nu gaan we eens even kijken wat het is. Dit is wat ik zie als ik hem open, de game. En als ik klik, dan kan ik dus slepen. En dan zien we hier een flessenpost. Ho, what's this? Calls one of the fishermen. Some kind of rubbish in the nets. Useless sea chart, grumbles the hasty one. Nothing but our own island. A map cast to sea without purpose? Must be more to it, argues the steady one. The brave one brightens. A mystery, aye. Folks in the village may know something of it. We should head back. En ze gaan terug naar het dorp. En dan zijn ze met z'n drieën. Hier hebben we vissen. Dat kan ik hiermee doen, daar kan ik op klikken. Ik kan gewoon klikken, dan gaan ze die kant op. Ah, oké. Okay. Welke kant gaan we op? Kunnen we hier naar binnen? We kunnen hier naar binnen. Dit is de bakker, zo te zien. Ik sleep even naar rechts. Hier is de bakkersvrouw. Kunnen we op klikken. Well, if it isn't the brother's beard. What can I do for you fellas? Steady Beard prepares to speak, but the question is intercepted by Hasty Beard. Know anything about maps? We found one. Aye, and no ordinary one, claims Brave Beard. It's mysterious. The loaf-shaped woman continues working silently for a moment, then pauses to look up. Mystery, is it? I'm afraid I'm not the imaginative type, boys. We're old friends, the ordinary and I, she concludes, returning to her work. Dus zij weet niks. Oké, dan weten we dat. Dan gaan we weg hier. Dan gaan we naar buiten. Dan gaan we eens even kijken in het volgende huis. Hier is ook nog een deur. En hier zijn we bij de houthakker. Oh, die is druk. Oh, de smid. Oké. The man glances up at their approach, then returns to his work with a grunt. Mind if we interrupt for a moment, shouts Steadybeard. See, we caught something strange this morning and we thought you might know something of it. It's mysterious, adds Bravebeard. There's a brief pause as the man stops hammering. He grunts, they wait. It appears he has nothing further to add. Okay, dus hij weet ook niks. Nou, dan snel weer weg hier. En hier is het einde van het huisje, dus we gaan de andere kant op. Ze blijven binnen de cirkel, dus ik moet alleen de cirkel groter maken om ervoor te zorgen dat ze binnen blijven. Hier gaan we even naar binnen. Ah, kijk eens aan, dat dacht ik al dat het een stal was. Hier is een paard. Maar meer dan dat weten ze niet. Oh ja, kijk, Bravebeard zit als over de chewing cow, als een koe. You wouldn't know anything about mysterious maps, would you, old girl? He pretends not to wait for an answer. Nou, dat was dat. En die kippen, die weten natuurlijk ook niks. Nee, we kunnen erop klikken en dat is het. Dus we gaan gauw de stal weer uit. En we gaan door. Ah, hier is iemand te fluiten. A sea chart, eh? The young man shrugs. Can't say I know much about them, with these landlocked legs of mine. All the fellow next door in the coffee shop might have answers. Oké, dan gaan we naar de coffee shop. Dat is hier. En we gaan naar rechts. Oh, kom wel.
Juist. You'll be wanting a drink and a seat by the fire, I expect. The man cast a dubious glance at the tiny stools before complying with a shrug. Behind them proceeds a friendly whir of mechanical sounds. Kijk, er wordt even lekker koffie voor ons gezet. En die komt hij even brengen, op zijn eigen tempo. The old man soon approaches with a steaming tray. Single origin espresso. Roasted myself, he declares. They stare blankly. He sighs, coffee. Relaxing, the men sip cautiously, eyes widen. Now, what you found? He chuckles at their stunning faces. Observation, that's all. Folks come in with questions and yours is plainly wrote in your hand. Steadybeard grins. Aye, then you are the man we want to see. He unrolls the parchment between them. All lean in. The old man deliberates for a moment before speaking. Seems what you have here is the variety of map that brings about adventurous deeds and heroic feats. Aye, Bravebeard leaps from his seat to pound Steadybeard on the back. But there's nothing on it, remarks Hastybeard flatly, eyeing the old man. The old man grins at the skeptical look. Aye, it's a worthwhile adventure that begins with the unknown. This map has tales yet to tell. He turns to walk away. Ho there! What sort of tales, calls Bravebeard. That depends, replies the old man, on what sort you choose. He crosses the room, disappearing through a doorway behind the counter. Steadybeard coughs awkwardly. Neat. Guess we'll be going then. Thanks for the espresso, he tries. There's no answer. Goed, dus de man achter de balie zegt ook van joh, het is gewoon het avontuur wat je kiest. Dat is het avontuur wat de kaart weet te brengen. Dus we zijn weer buiten. En dat betekent dat we denk ik teruggaan naar onze boot, gok ik. Dus laten we eens even kijken. En we gaan er vandoor. De Burly Men zijn weer at sea. Sea rats, remarks Hastybeard, squinting. What you reckon they're after? Steadybeard frowns. I don't like it. Has the feel of mischief about it. Mischief away, grins Bravebeard, losing the sails. It's dark inside the whale, but the men appear to be intact. A flickering ring of firelight cuts into the darkness before them. Hey, wat hebben we hier? Hier zijn onze mannen. En wie zijn deze dames? Join us, friends. From whence do you come? Asked one of the nymphs. We were sailing for adventure and heroic feats when this colossal whale fellow scooped us up, explained Steadybeard. It's really very discouraging. A man can't properly have an adventure at sea indoors, as Bravebeard. Be calm, friend. Imagine the wave. Become the wave, advises a second nymph. The others exchange mellow glances, nodding approval. Can't say I follow the sentiment in that remark, comments Hastybeard, but if you'll advise us how to hop off this vessel, we'll be on our way. The great barnacled one brings us to a place we could not go ourselves, but those unwilling may depart through the fountain of the faithless, asks the nymph, gesturing sadly toward what appears to be a hatch. And our ship? She can't fit through that. Fear not. Once the great barnacled one reaches the place of promise, he will open wide the gate that all may go out as they came in. So, either we escape with no ship, or wait for the creature to open his maw? The nymphs nod grandly. Time follows quickly in contemplation of the great one's splendor. He who chooses the path of waiting is welcome here by the fire. Bravebeard's face shows alarm.
I think we'd prefer to look around first. The nymphs begin to sway. But all is darkness beyond the circle of the Great One's love. You must first seek the enlightenment of... Found it, interrupts Hastybeard, grabbing a torch from the fire before them. Kijk, nu hebben we een vuurtje en dan kunnen we rond, want het is namelijk echt donker in deze grot. Waar gaan we naartoe? We gaan deze kant op. Dus we kunnen eruit via het spuitgat, ongetwijfeld, of verwachten tot hij weer ergens zijn bek opent, dan kunnen we met het schip weg. We gaan die kant even op. Hier liggen tonnen, 3 precies te zijn. A few barrels left empty by the morning's interrupted work now float free beside the boat. The men consider them in the torchlight. If I were the puzzle-solving sort, observes Hastybeard, I'd call that a solution. Aye, they'll float, not Steadybeard, but not so well as our ship. Bravebeard scoffs. What are we, landsmen? Arms and legs float well enough. Okay, dus we gaan ze pakken. We gaan ze pakken, we trekken ze aan. En we gaan terug. Hier is een vis. We kunnen niets met de boot, we gaan door. En kijk eens wat we daar hebben. Oké, we gaan die kant op. We zitten in de keel, dat is duidelijk. We gaan even hem laten kokken, denk ik. Hastybeard is fiery with excitement. Summon the fountain and let's be off. Bravebeard grumbles eloquently from his barrel. Steadybeard looks worried. Oké, wat gaan we doen? We gaan hier op tikken, denk ik. En nu blijven we drijven. En nu? We gaan peddelen. Naar rechts. We moeten toch een kant op. We kunnen ook naar links misschien. Tiring, the barrel-clothed man settled back to drift with the current. May as well see where this takes us, observed Steadybeard bleakly. Time passes. Bravebeard begins to snore raucously from behind. Time passes. Gaan we verder? We gaan verder. Hey, daar is wat. Ship ahead! The shout wakens Bravebeard, who eagerly overturns his barrel, resurfacing a moment later to cough out. It begins! What the devilry! Exclaims Hastybeard. The grim, cloaked figure clears his throat as he approaches. Greetings! Please climb aboard for your complimentary trip to the afterlife. Well, replies Steadybeard, thank you, but we'd prefer the long way. There's a long silence. The figure is masked, but the men feel distinctly that he is sulking. At last he heaves a desolate sigh. You do not willingly forfeit your souls, he pleads. It's quite painless, and I would at last be promoted from this apprentice-issue rowboat. Another silence follows. Then, he continues despairingly, there must be a race. At this, Hastybeard's face cheers significantly. Maybe you would be so kind as to lose? No, of course not. He sighs again, deeply. We race through the cliffs of despair, he explains mournfully. If the three of you pass me at any point, I'll lose. If I take the lead, however, unlikely, I don't lose. Meaning you win? I had not thought of it that way, but I suppose that will be the case, yes. Without waiting to confer, Hastybeard sets off, paddling ferociously. En dan gaan we dan, hè. Wij moeten de race winnen. Maar hij komt al wat dichterbij. We moeten deze race winnen.
En wanneer is het afgelopen? Als we bij de cliff zijn, toch? Zoiets was het, dacht ik. Even doorzetten nog. Ja, het gaat maar door. We kunnen hem ook naar voren laten gaan. Of we kunnen verliezen. Oké, ik kan ze stilzetten, die gasten. Ik denk dat het de bedoeling is, want we komen niet bij het eind, lijkt het. Dus, we kunnen ervoor kiezen om hem te laten winnen. Zullen we hem laten winnen? Nu zijn ze met z'n drie bij elkaar. En we verliezen. Gliding to a stop, the cloaked figure turned suddenly to face them. What a surprise, how unexpected, who would have guessed? Shouldn't you be a bit more chipper, having one and all? Prods Teddybeard. You might think so, replies the creature, but now I will be given a promotion. And a new boat, adds Bravebeard. The creature heaves a final desolate sigh. Exactly. Unable to follow this logic, the men discontinued the conversation and clambered dutifully aboard. Hastybeard sits at the back, sulking. They are soon asleep. The sun is setting when they later awake. Their captor is finishing what appears to have been a long, dull story as they approach the cavern of a stony island. Where are we? Asks Hastybeard, forgetting to be cross. Is this the afterlife? The cloaked figure snorts. One does not simply sail to the afterlife. This, he continues unhappily, is a cave I have found. It is probably not a very good cave. It does seem to be a cave, agrees Teddybeard. But what's it for? It is for you to wait in while I fetch my supervisor, though I expect that he will revoke my license and sentence me to exile, he adds a characteristic sigh. Shrugging, the men climb out. Hastybeard salutes the sad figure, paddling away. En dan staan we in de grot. He sailed us in, the slimy barnacle, rages Bravebeard into the darkness. Struggling futilely at the door, the men fail at first to notice the strange blue orb that materializes in the darkness behind them. Dat is deze. Oké, wat hebben we hier? Licht. Dus we lopen even door. Daar is iets van een opening, lijkt het. Oh, meer dan één. We pakken de laatste. Oh nee, we hoeven niet te kiezen. Halting before the two tunnels, Bravebeard breaks the silence. Well, which is it? Best way to see what our wee guides have to say about it, advises Steadybeard, stroking his beard sagely. They've yet to steer us wrong. Yet, growls Hearslybeard. Okay, welke nemen we? We nemen rechts. En we gaan er binnen. Oké, we lopen door. We hebben geen licht verder, maar daar is wel licht. Oké. Looks like our cheerful friend forgot to lock the back door, grins Bravebeard. Following the glow of moonlight, the men step out eagerly into the night. En waar zijn we nu? Hey, een boot. Zijn boot. Oké, we klikken daar even op. En we gaan er vandoor. Betekent dat we vrij zijn? Dat zou kunnen. Laten we gewoon maar wegvaren hier. De maan gaat omhoog.
We zijn al een poosje onderweg, zo te zien. Het wordt wat mistig. En wat is dit? Well met, bearded travelers. The voice is deep, musical. Hello, stammers Bravebeard, wonder apparent on his face. You've seen much this day, she continues, smiling. The men not, unnecessarily. Yet you have not seen all, she peers at each of them. Other paths lie untrodden behind you. If it is in your hearts to seek these paths, another day awaits. Hastybeard clears his throat nervously. Pardon my interruption, ma'am, but we've no longer any true vessel which with to seek them. Lost at sea she was. The silvery laugh ripples the water around them. You have traveled far without her, have you not? But do not be troubled. That which is lost may yet be found. Het gaat natuurlijk over het schip. May we meet again at the end of another path, inclining her glimmering head in farewell, the creature slips silently away into darkness. Her words seem to linger, leaving them quiet as they drift on in the fog. En we drijven door in de mist. Nog steeds zonder ons schip, maar in dat andere bootje. En de zon komt op. Kijk eens, we zijn beland bij een eiland. Of land, het ziet eruit als een eiland. En... oh, die boot drijft af. Moeten we daar nu wat aan doen? Nee? Nee, we kunnen er niks aan doen. Hij is weg. We gaan deze kant op. Hier zijn allemaal vogeltjes. Oké. Dan lopen we door. Waar zijn we beland? Hé! Hey. Kijk eens aan, een huis. Ja, het is wel een eiland. Hè? Huh? Dit is bekend terrein. Daar hebben we hem weer. Thought you'd find a way to that door eventually, the old man greets them. The familiar has a way of making itself new when you look at it sideways. Never seen that part of the island before, I bet. The men shake their heads. Still have the map, he questions. Steadybeard nods, silently passing it to him. En kijk eens, hier zien we allemaal wat we al hebben gezien. De walvis. Juist, die gasten op dat bootje. I see ye managed to find those adventurous deeds. And did ye meet her? Aye. Bravebeard is first of the brothers to speak. Magnificent she was, like the Shurim of old tales. But she told us we've more to see. Aye, it'll be there when you're ready for another go, the old man gestures to the books. Those shelves are full of tales like yours, and all with paths left untrod. There's a twinkle in his eye. I even contributed a few in my time. You see, he continues, what's left unwritten in one story can fill others, if you've the inclination to sail again. Have another look at that shelf. Okay. Burly Men at Sea, Steadybeard reads aloud. Not a bad title, that. But what's all that numerical business on the spine? And how did... He gives them a sly look. That's another mystery, if you've the curiosity for it. And one last thing, continues the old man. I don't mind telling you now that I was the one who sent your bottle to sea. I've another to be tossed out for the next curious soul.
Will you do the honor? Oké, dus hij was de persoon die de map in de zee gooide. En wat wij dus kunnen doen, is vervolgens weer zo'n fles in de zee gooien. En dat is één van de verhalen van Burly Man at Sea. Maar zoals je weet, is er weer een fles in het water beland. En dat betekent dat er weer een verhaal te wachten staat voor de persoon die het na mij nog een keer zal spelen. Misschien doe ik het nog wel een keer. Maar goed, het is wel leuk voor deze playthrough om het even één keer te doen voor deze eerste indruk. Ik vind het echt een heel leuk spelletje. Volgens mij is het ook... Het lijkt me ook een spel die op de iPad beschikbaar zou moeten kunnen zijn. Maar dat moet ik even nakijken. Als dat zo is, dan zet ik ook wel even een link naar de Apple Store in de omschrijving. In ieder geval vind je een link naar Steam hieronder. En ik zet er hier een dikke vette punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het een ontzettend leuk origineel spel. En ga het zeker nog wel een keer spelen. Maar goed, het zit er nu op. Bedankt voor het kijken. Dit was een eerste indruk van Burly Man at Sea. Bye bye.